Hallo vriendjes en vriendinnetjes, Skyblok komt er weer aan. Hallo vriendjes en vriendinnetjes, met Ronald en Timo, ja! Let's go! Okay. Yo, gasten, wat ik heb, dan ben ik weer terug bij een nieuwe aflevering van Skyblok. Ik ben hier weer samen met Ronald. Ronald, waar ben je? In the jungle, the mighty jungle. Waar ben je? Acht, je lul. Ik zie je echt nergens, serieus niet. Oh, hey, Ronald! Wow. Ik zag je serieus niet, wat. Welkom bij een nieuwe Skyblok! Ja, we zijn offline eventjes bezig geweest om ons eilandje een beetje te perfectioneren. Ronald, wat heb jij gemaakt? Kijk, kom mee. Ik volg jou. Kijk. Wauw. Wow, dat zijn megabomen. Ik heb een farm gemaakt. Voor een bomenfarm. Nou, die hebben we nu al wel genoeg zo te zien, zo. Ja, kijk, nu hoeven we nooit meer houttakken. Als je er eentje weghaalt, dan krijgen we weer saplings en dan kun je er weer plaatsen. Ja, precies. Heb ik hier saplings chest geplaatst, zodat je daar later Saplings in kan doen. Maar hey, hoe dit ga je zo'n mega boom naar beneden halen? Dat is wel echt moeilijk, man. En dit is mijn farmpie. Dit is ons farmpie. Heb je gezien wat jij de vorige keer hebt gedaan? Ik heb de vorige keer het bord gemaakt, daar gaan we zo meteen naartoe. Maar check dit zijn de koeien en de beesten, alles wat we hebben. Die hebben allemaal netjes gekocht. Achter zijn varkentjes, daar wat, zijn schaapjes. Wat is 12 keer kou? Wat is 2 keer kou? 100 keer cheap. Geen flauw idee. Maar ik heb geen idee, waarschijnlijk als je die vermoord of zo, kreeg ik 12 keer dat. Geen idee. Ik heb maar geen idee. Om zo maar te zeggen, ik heb best wel veel monies gekregen de vorige keer. Ja, ik heb ook nog steeds 142.000. En wat heb je nog meer? Dit was het. Maar ik wil sowieso hier nog uitbreiden, want ik wil deze kant op. Ja, deze kant kunnen we ook inderdaad nog op, ja. Daar wil ik een mopspanner. Een mopspanner doen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens, Ronald, want die hebben we wel nodig. Dan zijn we al helemaal goed zelfvoorzienend. Want ik heb ook iets gemaakt. Ik wil iets doen. Ja, daar moet je wel even mee uitkijken. Dat is zeg maar één laag dik. Oké. Het valt wel een beetje tegen. Ja, nou hè, maar dat kun jij de boom springen? Je kan toch hoger springen? Kijk, nee, dat gaan we doen. Kijk. Oh, je gaat helemaal naar boven. Oké, ik ga hier wel even staan om te kijken wat er gebeurt, oké? Oh, ik moet nog hoger. Moet helemaal omhoog. Ik moet helemaal omhoog. Oké, ik ga even kijken wat er gebeurt. Dit kan of goed of fout gaan. Ik zeg fout. Geronimo! Woe! Oh nee. Oh, ik span hier letterlijk levend. Oh, je spant op het blok? Ja. Wow, fucking lucky. Oi. Want daar krijg je geen fall damage op. Oké, lucky. Goed om te weten. Wat heb jij gemaakt trouwens? Ja, ik heb 2 dingen gemaakt. Ik ga nog even laten zien wat ik de vorige aflevering gemaakt heb. Dat staat Hero. Wat is dit voor een lelijk ding? Ja, daar moet je even nog niet op letten. Wacht, loop daar nog maar even voorbij. Zo, kijk. Wat is dit? Dat ziet er niet uit. Niks. Kijk, ga weg. Hier moet je naartoe kijken. Want dit is het bord des hoofdjes. Ik moet nog even wat meer klei kopen. En ik wil hier eigenlijk ook de achtergrond ook nog een ander kleurtje geven. Maar hier gaan we al. Alle hoofdjes die we krijgen, gaan we hier al ophangen. Oké, ben je daarmee eens? Kun je hier ook zo'n ding plaatsen? Kom, hak even. Zo. Kijk, ik ga het nu ook proberen. Vanaf daar. Dan moet je wel... Oh, hier kun je nog hoger, man. Ik ga met je mee. Oké, we gaan samen. Hand in hand. Oog in oog. Alle kleurtjes van de regenboog. Oké, maar welke kant gaan we dan op? Via de heilige blobvis. Ja, we moeten via de heilige blobvis inderdaad. Want dat is het hoogste punt op deze hele map. Dat lelijkste ding, man. Wat? Nee, ik vind hem echt serieus mooi. Echt lelijk. Jij bent echt lelijk. Dat zeggen we toch ook niet. Dat is toch het hele punt. Kijk hoe mooi hij is. Hij lijkt echt op een blobvis. Maar een blobvis is ook lelijk. Daarom. Oké, nou, kom. Ik zie hier niks. Jawel, je kan hier wel. Door de shaders. Oh, je hebt shaders aan. Uh-huh. Ik niet. Ik doe niet aan shaders. Oké. En dan halen we dit even weg. Zo. Volgens mij als je hier al gaat, hier kun je precies, als je hier zo staat, kun je precies naar beneden. Ja, oké, probeer het. Hey Ronald. Oh. En ik. Hey. Drie levens nog, die hartjes. Oké, goed bezig. Maar Ronald, ik heb nog iets gemaakt. Want, kom eens even. Want het is natuurlijk, het is koud aan het worden in Nederland. Het is koud! De handjes blijven koud, ik heb echt koude handen, het wordt winter. Het is nog herfst. Ja, ik heb een super dikke trui aan nu. Woe! Ik heb een shirt aan. Ja, nee, het is echt koud hier op mijn kamer. Dus daarom dacht ik, nou, weet je wat, ik heb eigenlijk wel weer gezien in zomer. Ik heb wel even wat zomerse invloed hebben op deze Skyblok. Mm-hmm. Dus als je even meekomt naar ons persoonlijke strand. Want dat hebben we nu, een mooi strandje hier ook. Kijk, met alle voorzieningen van het strand, een palmboom, dat zijn kiezeltjes, weet je wel. Want je hebt van die stranden in Nederland wel even die kiezeltjes hebt. En dit is dan het mooie zee. Anders even voor de thumbnail. Kun je niet laten stromen of zo hier zo? Ja, maar dan gaat het naar beneden.
Dat is goed, als je valt. Oké, voor jou dan. Maar Ronald, ik wil eventjes voor de thumbnail, want dan kan ik de titel zeggen mooi Ronald op de kast. Is echt zo lelijk. Nee, ga even onder die palm. Zo hier tussen de palmboom en het bedje gaan even staan zo. En dan even leuk kijken. Ah, man! Hey, hallo Ronald! Man, wat wilde jij hier doen? Ik wilde jou naar beneden laten vallen. Maar ik wilde tegelijkertijd ook wel een leuk strandje hebben zo. En dat is wel gelukt, toch? Ik vind het een mooi strandje. Je bent in de prank getrapt, man. Je bent in mijn prank. Oké, dat was echt een hele slechte prank dit, hè? hij was slecht, hè? Dat maakt niet uit. We hebben nou wel een mooi privé strandje. Heb je wel een mooi screenshotje dat ik naar beneden val? Ja, sukkel! Oké, maar Ronald, vandaag! Vandaag gaan we weer dingetjes doen natuurlijk. We gaan naar het Bord des Challenges. Oh, die staat hier gewoon al de hele tijd. Het Bord des Challenges, want we hebben een nieuwe challenge binnengekregen van Owen Power. Maak een toilet. Maak een toilet. Wat voor toilet? Een toilet. Zeg maar, zo'n wildwesten toilet. Gewoon, dat is een put in de grond, toch? Mm-hmm. Nou, oké. Nee, ik weet wel hoe je dat ongeveer kan doen. Dan moet je gewoon met een trapdoor of zo, dan kan je volgens mij wel iets maar maken. Maar waar gaan we het toiletje plaatsen? Ik wil trouwens ook een eigen huis. Ik vind het hierboven echt leem. Nee, dat is niet leem. Dat is een boomhut. Ja, maar ik hoef niet te leven in een boomhut. Nee, we moeten wel iets meer voorzieningen hebben wel nodig. We moeten iets meer voorzieningen hebben. Oké, nou laten we dan een huis gaan maken. In dat huis maken we een toilet. Vind je dat een goed idee, meneer? Ik vind... Maar wil je dat dan hier in het midden doen of zo? Of wat wil je? Nee, we maken wel even een platformpje voor. Oh, we nog een apart platformpje maken? Ik dacht, misschien, in plaats van een mosballen, gaan we hier een platformpje maken. Met ons huisje. Oké. Ja, en kijk, we hebben hier... Oké, nou weet je wat? Ik ga even tools pakken. Nu gaan we het ook doen, hoor. We gaan bouwen. Ik ga even slash job. En dan kun je... Tenminste, dat hoor ik. Slash job. Oh, nee, doe het niet. Oké, never mind. Ik dacht dat je je job in bouwen kon veranderen en dan kon je efficiënter bouwen. We bouwen een hele nieuwe schuur. Schuur? We bouwen een hele mooie nieuwe schuur. Gaan we een schuur bouwen, ja? Met een dak erop en een raampje erbij. Met een deur en een kapstok en een hettegewei. Oh, wat zijn wij blij. We maken een hele mooie splinternieuwe schuur. We gaan geen schuur maken, Ronald. Ken je dat liedje niet? Ja, wel eens van Ernst en Bobby, toch? Oh, ik dacht, anders had je geen jeugd. Oh, dat vind ik niet aardig dat je dat zegt. Ik ben al helemaal naar boven aan het gaan, hè? Ja, ik ben hier met bricks, ben ik, of ik bedoel, ik probeer even stone te krijgen. Ik ga bouwmateriaaltje pakken, zo. Hier, hartstikke stoned? Mooi. Stoned? Ik zeg geen stoned. Je is een stone, man. Ik zou morgen stoned, man. Als ik stoned had gezet, had ik het wel geweten, man. Ik ben fucking goed in houthakken geworden, man. Ja, ben je een professionele houthakker, jij? Ja. Hé, hoezo krijg je van een golden apple niet volledig eten? Dat is altijd al geweest. Ik ben bepeopled, man. Ik word niet bepeopled. Nee, je wordt niet bepeopled. Ik word wel bepeopled. Ik verwacht een golden apple krijg je het meeste eten van. Maar je krijgt er het meeste health van. Dat is het. Ik heb trouwens meteen al een stekkie. Een stekkie? Een stekkie. Oké, goed. Ik ga ook naar boven. Oh, jij doet zo... Oh, wat zijn we blij! Ik ga gewoon met jou meedoen zo, gezellig. Hey. Ik ga je tactiek ook overnemen. Pannenkoek. Ja, ga schaduw niet helder. Met appelen opgestopen, het allemaal te kopen maken. Pannenkoek. Waarom zit je dan mee? Omdat ik het ook een leuk liedje ben. Ik heb het ook ik ken het liedje ook van vroeger, maar heel veel mensen kennen het niet. Ik vraag me echt af hoeveel mensen Ernst en Bobby kijken of kennen die dit kijken. Mensen herkennen het als ik passie nadien aan de achtergrond van... Ja, clowntjes zijn is fijn, ja. Maar dat is... Hey, dit gaat nog best goed, deze tactiek. Hey, ik heb ook allemaal experience hiervoor. No! Snel! Oh, wat? Je bent naar beneden. Ik wou naar RTP'en. Maar ik leef nog. Omdat ik die golden apple had. Echt? Ja. What? Ik ben zo trots op jou. Ik ook. Maar het sloeg helemaal nergens op, want ik had mijn shift ingedrukt en ik viel naar beneden. Oh, ik was helemaal niks. Niet kunnen dit. Cool, ik ben trots op je. Thanks, man. Dat wilde ik horen. Al die tijd wilde ik gewoon horen of je trots op mij was of niet. Ik heb wel één keer gehad dat je boos op mij was, omdat ik toen irritant was. Je bent best wel vaak irritant. Met een bull battle aflevering. Ja, maar toen was je echt super grumpy, joh. Dat is niet... Zodra jij grumpy bent, is het gelijk niet meer leuk om met je op te nemen. dan kun je gewoon niks meer. Dan is die jongen gewoon... Ja, je hebt vanmorgen vrolijk gemaakt. Ja, kijk, dan moet je die jongen opvrolijken met een stom liedje. En dan is hij weer blij. Ja, don't worry, be happy. Hey, en dan is hij weer blij en dan kun je weer met hem opnemen. Maar anders is het gewoon niet te doen, jongens. Neem dat maar van mij aan. Ik ben vaak grumpy. Roman is best wel vaak grumpy, maar dan... Zie Espanne gewoon nog meer boompjes! Ik ben vrolijk! Ja, nu is het geforceerd, man. Nu ben je geforceerd vrolijk. Zeg eens hoi, Mawa. Kun je tegen Timo zeggen dat hij kut is? Hij zei net dat ik lelijk was. Dat is helemaal niet waar! Anneke, trap er niet in! Kijk, kun je erop reageren? Trap er niet in, Anneke! We zijn niet aan het opnemen, dat je dat weet. Ja, trap er niet in! Nee, we zijn echt niet aan het opnemen, hier. Anneke, red jezelf!
Nee, red jezelf! Zeg eens wat lief. Ja, waarom ben je nou stil dan? Zeg eens wat lief. Nee. Hou je van me? Tuurlijk. Hou je van Timo? Ja, oh. Cool. Yeah! Ik heb weer een kopje koffie gekregen. Thanks man. Thanks Anneke. Timo is hartstikke aan. Hey, wist je dat mijn moeder nooit een kopje koffie kon brengen terwijl ik aan het opnemen ben? Echt? Ja. Pam, 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 pam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, mijn moeder houdt nog wel van 4, je, man. 5, 6. Het komt goed uit, dat ik ook van haar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lief, hè? Nu moet ik kijken waar ik al die saplings moet plaatsen, man. 11. Je had ook een aantal saplings, toch? Ja, 2, wel liefst. Waarom heb je het niet in de chest gedaan dan? Omdat ik dacht, het zijn toch maar 2, dat doe ik straks wel. Oh my god. Zo gaan die dingen, Ronald. Ik ben hier om aan het bouwen. Ik heb best wel veel. Ik heb 3 stacks houden. Ik ga nog even 1 checken. Maar het is toch wel tof dat ik zo'n virtual reality bril heb. Ja, ik heb toch ook zo'n coole virtual reality. Kijk, oh, joh. Hoeveel kost die van jou dan? 10 euro maar. Fucking vet. Kijk, moet je wel een telefoon in doen, anders werkt die niet. Oké. Okay. Ik wou dat mijne 10 euro kost. Die van jou is wel een stukje duurder, ja. Maar wel heel vet. Ik kom sowieso een keertje langs om even mee te checken. Als maar wat zo rot is. Ik moest meteen, sowieso move controls erbij halen en camera. Ja, tuurlijk. De PlayStation VR dus zelf kost iets van 400 of zo, wat was het? Dus ik was, ja, 400. Dus ik maar was er komen allemaal nog dingen bij. 600 euro. Ja. Maar ik heb net, ik ga even show. Ik heb net spelletjes ontvangen. Oh, wat leuk. Allemaal wat leuk. VR-spelletjes voor de PlayStation. Oh, wat dus leuk. Gelukkig hoef ik daar niet voor te betalen. Maar nou, ik heb ook van Joost een code gekregen. Maar oh, die lief. Kijk, je hebt gewoon niks te zeuren, jij man. Is altijd maar zo te niks zeuren. Niks te zeuren? Weet je, dat is best wel een investering hoor. Ja, dat klopt. Maar daarom komen er binnenkort ook superleuke VR-video's van jou aan. En misschien dat ik ook mee mag doen van jou als je me lief vindt. Hè, wie ben jij? Oké, laat me zitten dan. Hè. Doei, doei meneer, doei. Oké, heb je hout nodig? Nog niet, want ik ben nog steeds bezig met het plateau. Ik zie geen vet, man. En zit je shaders uit dan? Oh, ja, ik zet hem. Weet ik toch niet? Volgens mij ergens bij options of zo. Is het alvast bestaan dat je shaders uit kan zetten? Oh my god, even kijken. Zijn er nog saplings of zo? Want ik heb nu. Fuck, ik geef jou het hout wel even. Okay, dan ga ik verder hakken. Ja, is goed. Want ik kan oneindig doorgaan. Nee, oké, ga jij maar lekker online. Wat? Er zijn nog steeds allemaal bomen. Oké, weet je wat? Dan begin ik zo alvast aan het huisje. Ik ben geëxposed. Ik typte heel in de chat. Ik wou dit uittesten. Oh my god. En hij deed het niet. Werkt het? Weet ik eigenlijk niet. Ik ga het ook niet testen. Ook. Fuck it. Ik ben geëxposed, man. Je bent geëxposed. Nu weet iedereen dat je een hacker bent. Oh. Kijk. Zo, ik weet niet of dat allemaal in mijn past sowieso niet in mijn inventory of wel. Die is een chest namelijk, dus die kun je wel gebruiken. Oké, nou ik gooi gewoon even glas weg en dat gooi ik weg en dat gooi ik weg. Oké, nou past het wel. Het zit allemaal in mijn inventory. Toppie. Wat? Ik haalde een boom weg en precies spawn daar weer een boom. Gewoon een seconde daarna. Ja, maar dat komt omdat hij dan weer ruimte heeft om die boom neer te zetten. En dan komt die boom tevoorschijn. Oh, dit is zo chill. Ja toch? Dat ding gaat oneindig lang door. Oké, ik ga hier gewoon. Dit was wel een goed idee van mij dan. Ja, oh, dat wilde je gewoon horen. Je wilde gewoon horen dat het weer een goed idee van jou was. Nee, ik heb dit nog nooit gemaakt. Dus ik had net even op Google gekeken. Hoe maak je een farm? Nou, oké. Okay. Je moet dus allemaal toortjes op verschillende plekjes plaatsen. Aha. Oké, laat me gewoon even vrolijk zijn. Ik gun het je wel. Ja, jij bent nee, jij ja, gun het. Ik gun het je wel. Van harte zelfs. Nou niet zo. Ah, kom op, Ron. Ik meen het niet zo. Ik gun het je wel. Oké, ik weet niet. Ik probeer nou een mooi huis te maken, maar het is een beetje moeilijk. We bouwen een hele nieuwe schuur. Oh, we bouwen een hele mooie. Shaders. Shaders. Of. Oh, heb je het gevonden? Ik heb het gevonden! Goed bezig. Alright. Zo. En dan. Zo, mooi huis wordt dit, jongen. Dit wordt echt een mooi huis. Ik zweer. Ik ga gewoon het huis maken zoals ik het vroeger ook altijd bij Survival Island en zo deed. Nee? Ik ga het huis gewoon maken zoals ik het vroeger bij Survival Island en zo ook altijd deed. Survival Island. Super mooi huisje. Ik kwam laatst iemand tegen. En weet je wat hij zei? Je was mijn jeugd. Ah, oh, dat is toch wel lief. Het is lief, maar het is toch wel pijnlijk. Hoezo? Je was mijn jeugd? Ja. Oké, nou dat. Ja, dingen gaan voorbij, Ronald. Zo is het nou eenmaal. Ja, wij mogen niet zeuren. YouTubers komen en gaan. Maar ik hoop dat jullie ons allemaal nog heel leuk en lief vinden. Want wij vinden jullie nog wel allemaal heel erg leuk en lief die dit nu kijken. Mensen, love you guys. Oh, so cute. Is dat raar? Ben ik nou weer raar aan het doen, Ronald?
Volgens mij ben ik weer raar aan het doen, want je bent stil. Oké, okay. Oké, okay, never mind. Nee, oké, okay, laat me zitten dan. Doei. Ik heb trouwens mijn Elgato net ontvangen. Hé, hey, top man. Wanneer krijg ik mijn nieuwe? Leg die het verhaal... jij kwijt hebt gemaakt. Leg het verhaal maar uit. Nou, man. Weet je wat was? Zoals jullie misschien wel weten, Rood en ik gingen naar Amerika. Hartstikke leuk. Weet je wel, Amerika is best wel een groot land. Best wel leuk. We gingen naar Los Angeles. Was super gezellig en allemaal. Maar Ronald ging daarna dus ook nog door naar Seattle. Dus daar was een capture event voor Destiny. Dus ik zei... Ronald, op de dag, nog de dag voordat we gingen vertrekken, zei ik van... Hey, Ronald, alles goed? Zei hij, ja, met jou? Ik zo, ja, alles goed. Moet jij morgen een Elgato, moet jij niet toevallig een Elgato mee hebben? Want volgens mij is het capture. Hij zei, oh ja, kun jij die voor mij meenemen? Ik zo, natuurlijk Ronald, ik neem mijne wel mee, want jij hebt er zelf nog geen. Dus ik neem die voor mij wel mee, dan kun jij die mee naar Seattle nemen en dan zie ik hem wel een keertje terug. Dus Ronald... Oké, dankjewel Timo. Ik zeg, had je dat niet even zelf kunnen laten weten? Zegt hij, nee, ja, ik ben Ronald, ik vergeet al dat soort dingen allemaal. Zo, ik ben Ronald, ik kan niks, doei. Waren we dus in Amerika, hartstikke leuk. En toen op het Call of Duty evenement wilden we ook Elgato meenemen. Ik weet niet wat het is, maar ik had hem dus aan Ronald gegeven. En toen heeft Ronald het kwijtgemaakt. En nu heb ik geen Elgato meer. Timo? Ja? Ik vind het wel een heel kut verhaal, maar kijk, wat ik ging even... Hé, hey, het wordt weer licht. Nou, jouw verhaaltje ging ik even concluderen ergens op. Kijk dit, ik heb je een Gyatso gestuurd. Laat dat maar in beeld zien als mensen subscriber worden. Mij lijkt het leuk om dat een keertje samen te doen, man. Wat, dit voor de live? Ja, Ronald, het is de laatste tijd weer af en toe live elke week. Elke dinsdag? Elke dinsdag. Om 7 uur live stream. Kun je een linkje doen? Ik doe een linkje in de beschrijving voor dit. Oké, nou, kei leuk. Nou, Ronald, het begin van het huis is er al. Het ziet er al mooi uit, hoor, zo vind ik. Ja, we moeten wel het eerste etage veld, maar heb je nog hout nodig? Hout nodig? Ja, yeah. Nee, ik heb eerlijk gezegd genoeg hout. Man, ik heb nog 3 stacks. Oké, nou, dan moeten we daar maar een keer wat mee doen. Ja, maar het spant de hele tijd, man. Ja, dus, je hoeft toch ook niet continu te... Ik heb echt veel te veel hout. Makkes? Ik heb een nieuw... Wat is dit nou? Yo, ik heb nog een pakketje binnen. Nog een pakketje? Hoeveel pakketjes krijg jij, joh? Volgens mij is dit... dankjewel. Volgens mij is dat Titanfall. Oh ja, die heb ik ook binnengegeven. Ah, hartstikke leuk. Dat moet je doen. Ze verpakken meestal die game fucking rot om te openen. Nee, die games die zijn zeg maar zo... ik krijg altijd een mega pakketje voor een fucking game. Ja! En dan denk ik, geef gewoon stop die game door de brievenbus of zo. Is ook goedkoper. Ja, maar ja, nee, krijg je gewoon een pakketje thuis en dat is dan de game en die zit dan echt in een pakketje. Dan denk ik, oké. Ja. Nou. Maar we hebben niet te klagen, toch? Hé, het huis ziet er al mooi uit, Ronald. Tenminste, dit is de fundering van het huis. Ja, maar ik vind toch wel dat er wat meer in mag. Ja, maar dat moeten we nog een keertje doen. Maar dat doen we de volgende keer wel, Ronald. Laat me deze boom eerst nog even afmaken dan. Ik ben bijna beneden, dan geef ik jou even weer wat hout. Ron, ik heb niet eens plek in mijn inventory voor hout. Hoeveel hout heb je een chest gemaakt? Nee, dat ga ik nog even doen. Ik ga sowieso even die saplings in die chest doen. Oh my god, het slaat echt nergens op. Yo! Zo, ja, ga maar lekker. Shit, die farm, man. Weet je wat, ik ga gewoon even wat spullen in die chest, de chests boven dumpen. Die farm gaat hard! Jij hebt wel echt een hele slechte meloenfarm gemaakt, hè? Zo kunnen meloenen niet groeien. Zo kunnen ze nergens heen. Hé, hey, lekker bezig, Ron. Dan moeten we dat nog veranderen. Dan. Ja, dat heb ik net veranderd. Jij bent echt een Minecraft-noob. Noob! Hey, hij spant gelijk een meloen! Ja, zie je wel. Je doet het gewoon wel verkeerd. Yeah! Kijk, het huis ziet er ook allemaal mooi uit, toch? Dan moet alleen nog wel een beetje gras komen. Wacht, dan moet ik even wat gras... Ronald, hou je hoofd nou eens bij de opname. Je bent zo snel afgelegen. Afgeleid, wou ik zeggen. Je bent zo snel afgeleid, jij. Cadeautje voor je. Ja, gras, dat hoef ik niet. Dat past niet in mijn inventory. Pak jij het, hou jij het even bij. Dan gaan wij straks kisten maken en dan kunnen we hier allemaal gaan bouwen. Heb je er zin in? Ja, ik wel. We kunnen hier ook het HGP-gebouw maken. Keihoog. Gaan we dat doen? Nee. Te wil doen. Oké, we gaan keihoog gebouw maken hier, oh. Met 100 verdiepingen. Ik heb dat er zin in. Dat is oldschool een gamekanaal. Ja, serieus. Oké, we gaan het doen we wel even offline dan, want anders duurt het echt fucking lang. Hey, yo, freaking top! Ja, het is weer tijd. Mensen, bedankt voor het kijken naar Skyblock. Skyblock, bedankt voor het kijken. Bij deze video vond je leuk, doe een duimpje omhoog, jongens. Hey, yo, freaking Ronald! Het was weer tijd voor Skyblock. Ronald, kun je mij vertellen wanneer de volgende online komt, meneer? Elk zondag. 16:30. Of nee, ergens in de middag, als het goed is. 16:30. Nee, tijd staat niet vast. Laten we maar gewoon gaan. Doei. Bedankt voor het kijken. Wacht. Wacht, man. Wat is er? Ja, doei!